Dit weekend vindt voor de 30ste keer het Schagen Popweekend plaats. En gisteravond is het startschot gegeven met veel muziek in cafés rondom de markt. Vandaag vanaf 4 uur zullen verschillende bands en artiesten optreden met als blikvanger van de dag Gerard Joling. Het weertje is al lekker opgeknapt, de feeststemming zit er al in. Kortom, vanavond zal heel Schagen te vinden zijn op de markt. Maar vanavond is hij hier in Schagen. We gaan een feestje bouwen met Gerard Joling! Joling is voor deze 30ste editie van het Popweekend de absolute blikvanger. En voor hem is het dan ook een thuiswedstrijd. De laatste keer dat hij heeft opgetreden was in 2004. En dat dit de 30ste editie is, maakt het dus extra bijzonder. Gerard, hoe bijzonder is het voor jou om op deze 30ste editie van Schagen Popweekend te presenteren hier? Nou ja, sowieso helemaal leuk, omdat ik hier natuurlijk ook opgegroeid ben. En mijn jeugd hier gewoon ligt. Daarbij is het natuurlijk ontzettend leuk dat als je staat op te treden, dat je natuurlijk ook zoveel bekende gezichten ziet. Ja. En dat je bij de ene denkt, god, is die oud geworden? En bij de andere denkt, jee, wat ziet er nog goed uit? Je bent nog net zoals toen. Maar dat komt omdat de mensen mij natuurlijk wel vaak zien. Dus misschien vinden ze mij ook wel heel oud geworden, dat weet ik niet. Maar het is wel leuk dat gelukkig al die mensen er nog zijn en dat je ze ziet. En dat ze ook de moeite nemen om te komen. Want dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen. Het is toch een beetje raar weer, rare dag. Ja. En het is gelukkig droog gebleven. Het is eigenlijk prachtig eigenlijk. Maar voelt het voor jou dan ook een beetje als thuiskomen? Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb altijd wel zoiets dat... Ze hebben altijd wel het gevoel van, we moeten heel nuchter zijn in Schagen. Maar als je er dan bent, dan denk ik altijd, oh god, ze willen een beetje belangstelling. Ze willen een fotootje en even hallo zeggen en dag. En dat vind ik dan toch altijd wel heel erg leuk. Eigenlijk. Maar je herkent dus echt gezichten in het publiek? Ja, dat is niet bij de eerste twee liedjes. Maar daarna is het dan, ga ik een beetje koekeloeren zo. En denk ik, jeetje, die ken ik, die ken ik. Of dat is vast een zoon of een dochter van die. Die lijkt weer op die. En dan hou ik altijd een soort quiz met mezelf, weet je wel. Maar heel leuk. Blijf je nu nog eventjes ook? Ja, ik ga zo nog gezellig wat eten met mijn moeder en mijn zuster hier, mijn linker Loesje. En dan... Ja, dat gaan we dan doen, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dan gaan we denk ik... Een borrel drinken. Een borrel drinken, ja. Want ik moet ook nog mijn gezicht even laten zien bij Dance Valley. Ja. Daar sta ik volgende week. Ja. En dat is dan, heet dan Dutch Valley uiteraard. Ja. Dus dat, ik zou even gedag komen zeggen, maar geef eens even rustig wat eten. En misschien nog wat mensen even gedag zeggen die ik nog lang niet heb gezien. Ik denk dat er genoeg zijn. Ja, leuk, leuk. Helemaal veel leuk. Veel plezier. Ja, en succes. En succes volgende week. Dankjewel. Dankjewel, okay. Hè. Gerard Joling was te gek. Zal jij me vergeten, maar je danst in mijn hoofd. Je zou al lang moeten weten, dat ik door jou ben verdoofd. Vanavond gaat het gebeuren, nee dit kan niet kapot. Hoe was het? Ja, het was te gek. Ja, het was echt super. En wat doe je nou graag naast het leven als artiest? Wat ik leuk vind om te doen? Ja, eigenlijk muziek maken. Ook als ik in mijn vrije tijd eigenlijk. En wat is het favoriete nummer dat je ooit hebt geschreven? Nou, dat zal dan een liedje van mezelf zijn inderdaad. Dat bedoel je natuurlijk ook, wat ik zelf zei. Nou, ik denk dat dat op dit moment I Don't Wanna Lose You is. En die komt op mijn nieuwe album. En waarom is dat je favoriete nummer? Omdat dat liedje voor mij een hele speciale betekenis heeft, de tekst. En ik denk dat het heel veel mensen kippenvel gaat bezorgen, dat liedje. Nou, ik ben benieuwd. Dus ja. En wat kunnen we nog van je verwachten in de toekomst? Nou, dus mijn album die uitkomt in september, oktober. En dus dat is echt mijn eerste eigen album eigenlijk, met eigen liedjes die uitkomt. En ja, dat is voor mij eigenlijk mijn grote droom die nu toch aan het uitkomen is. En ik hoop dat de wereld er net zo over denkt als ik. Nou, we zijn benieuwd naar je album. Ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Succes verder. Dankjewel. Popweekend is tot nu toe een zeer geslaagd feest. De Self-Employed treedt nu op en straks komen er nog meerdere artiesten. Wij gaan er nog eventjes van genieten. Ah.